Voetbal. Oh! Dat was zo te gek. Het ging gewoon door, maar in de rozen. Ja, ik wist nooit dat het er helemaal in zou gaan. Ik bedoel, te gek, joh. Weet je, deze is echt te gek. Maar waarom kijkt Doorn dan nou niet mee? Weet je wel, Doorn is meer van dat gezang en rustig. Hij kookt meer. Hij is echt iets voor voetbal. Hier zijn de koekjes. Dat bedoel ik. Maar weet je, Doorn is een beetje rustig. Als hij hard was geweest, was het te gek. Wat? En weet je, ik zou wel een beetje iets willen zetten van grap, 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 grap. Waar kwam dit geluidinstallatie vandaan? Oh, dat is mijn app. Ik heb een app van zielig of grappig. En soms is het niet schattig. Als ik schattig, ik zag wat zielig op tv, omdat iemand zijn been heeft gebroken. Precies. Meneer Pop, ik wil graag wat voetbal leren. Ik bedoel, ik heb er zin in. Ik wil een beetje stoer zijn en ik wil hem graag inschrijven. Wil jij inschrijven voor voetbal, maar wil je niet liever koken en zingen? Nee, ik ben daar klaar mee. Vanaf nu ga ik voetbal spelen en ga ik ook goed kunnen werken. Oké. Ah, ik heb je toch al ingeschreven voor een sport. Ik bedoel, je speelt toch sarcastabal en je speelt toch met je team. Ja, maar ik wil voetbal spelen en dan wil ik ook een beetje werpen, gooien en springen en ruggen. Geloof ik. Maar ik wil me er gewoon graag inschrijven. Oké, dan. Ik heb toch geld. En ik heb trouwens, ik heb ook je moeder portemonnee leeggehaald. Hebben Pop en Doorn meer lol? Dat betekent, het is tijd voor een operatie. Voor dat Pop weer van mij houdt en dat Doorn weer weggaat en dat het gedaan is. En dan kan ik weer van Pop en ik hebben een mooi moment. En dan kijken we samen naar de voetbalwedstrijd en dan gaan we samen wat leuk doen. En een kortere naam voor deze operatie. Begint nu. Oké, jongens, we hebben daar vandaag een nieuwe lid. Arsen. Ja, ik heb er echt veel zin in. Oké, we moeten niet over we praten niet over je enthousiasme. Is hij zeker dat hij echt bij het team wil? Want we zijn wel een beetje hard, hè? Oké, we willen even trainen zien hoe hij het doet. Ja. Wauw, hij heeft het echt goed gedaan. Waar heb je het geleerd? Oh, ik leerde dansen. Ik zou maar ook dansles volgen, want ik denk zelfs dat het meteen al de beste is. Wat doen jullie nou? Eten nou pannenkoeken in de middag? Weet je, koolhydraten. Want daar moet hij door een breed en gespierd worden. Voor wat? Omdat hij in de voetbalteam zit. Oh, dus zit je echt in de team, lieve? Mam, waarom ben je zo enthousiast? Zoals vangen. Gewoon, maar je bent denk ik een goede speler. Weet je, laten we naar tv gaan kijken. Ja, ik heb wel zin in. Oh, dus jullie zitten voetbal te kijken, hè? Ik heb dorst. Kun je wat fris voor me halen? Wat is het magische woord? Nu. Wakker worden, wakker worden. Dat is zeker echt. Tegen wie zit je te praten? Sorry, mevrouw, man. Ga nu naar boven en ga denken hoe je het gezegd. Als het om voetbal gaat, dan wil ik eigenlijk liever dat hij niet mee gaat doen. Kom op, lieverd. Ik bedoel, voetbal maakt hem juist sterker en beter. Nou, die agressie. Hij heeft nog nooit zo tegen me gesproken. Ze denken alleen maar aan Doorn. Maar herinneren ze me nog? Kennen ze me nog? Straks moet ik vergeten. Dit gaat naar de maan. Ik moet snel iets doen. Het moet snel gaan. Sjart, het is juist het slechtste idee. Dan wil ik thuis een voetbal. Trrr. Hallo?
Jullie moeten snel komen. Weet je wat er gebeurt als het om de Doorn heeft verloren? Ik heb een vraagje. Waarom klonk op de telefoon zo mannelijk, maar in het echt ziet u er vrouwelijk uit? Daar gaat het niet om. Want ik ben een man en ik kan mannenstemmen apen. Oh, dat is raar. Maar we willen u dit laten zien. Want dit is super erg en hier wil dat hij stopt. Had ik kunnen winnen, maar hij zegt als jou te... Moet hem maar misschien uit de voetbalteam zetten. Alsjeblieft, daar heb ik mijn geld in gestopt. Maar eigenlijk zeker jouw geld. Richard, heb je mijn geld genomen? Eigenlijk eerder je portemonnee leeg gehad en kijk hoeveel geld je had en dat is genoeg. We moeten stoppen voordat het erger wordt. Dan wordt het ook erger. Dan gaan we er allemaal aan. Misschien is het beter als je naar huis gaat. En misschien is het beter als je afvalt. Oh, oh. Gumbo, wat doe je? Ik wil er ook bij horen. Dan is populair, maar ik niet ineens. Ik wil weer toch populair zijn. Voetbal! Punch! Voetbal! En stoppen, Richard. En nu wil nu meteen. Wat kan ik eraan doen? Het is toch niet mijn schuld? Richard, dat is wel jouw schuld. Oh ja. Maar ik weet niet wat ik moet doen. Het is misschien allemaal zo moeilijk en alles ingewikkeld en... Ik weet niet wat ik moet doen. Anders moeten we wat anders proberen en anders gaan we er allemaal... Richard, we gaan er niet uit. Dus... Ik hoop dat het gaat werken. Hij is een echt paar in elkaar geslagen. Zie je? Dat is wat ik bedoel. En nu kan je het oplossen. En weet je wat? Je gaat buiten en je mag pas binnenkomen tot als je het goed maakt met hem. Maar Doran is binnen, dus hoe moet ik de deur niet maken? Je blijft thuis en je niet meer naar buiten komt, tenzij als ik het je vraag om te doen. En gaat het met hem goed maken. Nu meteen! Wat gebeurt er nou met me? Ben ik nou een monster geworden? Wat gebeurt er met me? Ik weet niet meer wat ik ben. Voetbal. Of geen voetbal. Ik moet stoppen. Ik moet met coach praten. Het moet snel gebeuren. Snel. Wat gebeurt er nou met me? Klop, klop. Ik wil even praten. Kijk. Waarom wou je ineens beginnen met voetbal? Omdat toen jij samen met Gumball TV aan het kijken was, zei je dingen die het leek alsof ik een watcher was. En ik wil geen watcher zijn, ik wil een echte man zijn. Soms ben ik wel een sukkel, Doran. Ik bedoel, je bent speciaal en het was niet, en ik meen het niet echt. Maar je meent het wel echt, want je praatte over dat dat mijn gedrag was. Maar je hebt niet gehoord dat het positief was. Voetbal maakt je wel een beetje negatief. Luister, Doran. Ik wil niet dat je je leven helemaal verandert. Alleen maar omdat ik iets zei. Ik wil dat je het een beetje waar maakt. Nou, misschien is het wel waar. Ja. En, misschien kun je wel zometeen koekjes maken. Want, Anaïs gaat naar de universiteit. Ja, wacht, het universiteit, maar Anaïs zat toch een jaartje hoger? Ik blijkbaar niet, blijkbaar is het heel anders, dus kun je dan misschien kokjes maken? Geen probleem. Doran? Oh ja, nee, eerst nog een kuf. Doran! Rust dan maar, rustig. Misschien moet ik het maar laten. Rustig. Alles komt goed. Alles komt goed. Je hebt gewoon een klein foutje gemaakt. Dat is goed van mij. Ah,
deze kok is echt wel. Doorn kan echt goed koken. Maar, waar is Anaïs? Ik heb haar straf gegeven. Waarom heeft ze rus haar straf gegeven? Doordat het vandaag haar dag is. Weet je, Anaïs die wel een beetje onbeschoft. Marisha, jij krijgt 2 dagen huisarrest van voor volwassenen. Waarom? Omdat jij Doorn hebt laten veranderen. Want misschien heb je het wel goed gemaakt, maar het betekent niet dat het goed, dat je de bedoeling was. Ik was jaloers op je, omdat je heel tijd cooler was. En bijna niemand, bijna iedereen zat mij te vergeten. Was ik jaloers op je? Op je? Het is op me. Oh ja. Maar weet je, het is toch al goed. Ja. En deze koekjes zijn echt geweldig. Die, maar je hebt toch niet gezegd dat die koekjes die je aan het maken bent, die eigenlijk ik heb gemaakt, maar jij doet alsof dat die van jou is. Je hebt het toch niet gezegd alsof van jou is? Nee, nee, nee. Ja, wat? Dollar van Gumbo. Gumbo Dorin! Jullie gaan nu een beetje een sterretje weer. Volgens mij gaat het echt niet goed. Ik weet niet zeker als ik genoeg zou hebben voor dit gooien of sterren om voor Ellen te staan. Ellen heeft de meeste van de klas. Ah, 55 sterretjes. Dat is de meeste van de klas. Houd toch op. Iedereen verdient wel iets. Je hoeft gewoon niet jaloers te zijn. Was er maar iets dat iedereen blij van werd. Was er maar iets waar iedereen van blij werd. Dan was het zo geweldig. Wat dacht je van? Geld! Geld wordt iedereen blij van. Wat ga je nog je avondeten nog eten of niet? Of anders voer ik ze aan de schildpad. Geef maar aan de schildpad. Want vandaag red ik het niet. Ach, wat heeft die jongen nou toch? Nu is het tijd om verder te werken. Oh nee, tekenen! Dat is een goed idee. Morgen deel ik ze uit aan de klas. Bedankt voor het huiswerk. En spijt met jou, maar je hebt het niet afgemaakt. Wees teleurgesteld. Gebruik maar deze microfoon. Verstaan we je? De hond had die afgebeten en weet je... Het was gewoon eens... En weg! Het was zo erg. Ik had echt gestudeerd, maar het lukte gewoon niet. Weet je wat? Hier krijg je het. Wat is dat? Het is een gumball dollar, omdat je je best hebt gedaan. Wauw, ik voel me wel beter. Gumball, je kunt niet zomaar een prijs geven aan iets wat nergens op slaat. Had hij nooit moeten zijn, dat is een eigen schuld. Ja, sommige dingen gaan vanzelf, maar soms heb je geen keus. En hij moest leren en hij had het in zijn boekjes moeten laten. Dank je, Ellen. Lynn, goed dan. Maar misschien kan ik het toch doen. Want misschien zijn die sterretjes zijn misschien voor goede dingen. Maar de Gumball dollar is voor iedereen. Ja! Ja, wie heeft de piano meegenomen? Ja. Ik heb toch zin om wel die sterrenlijst te maken. Ja, ik ook. Deze spel is natuurlijk makkelijk, hè. Dat is niet moeilijk. Hey, hier, willen jullie geld? Ah, ga weg. Wat wil je nou? Ik wil jullie geld geven. Een Gumball dollar. Oh, daar houden wij wel van. Wat? Dat zijn mijn vrienden. Jullie horen met mij om te gaan. Sorry. Maar zij gaan even met mij om. En trouwens, dit geld hoef ik niet. Ik wil hem hebben. Ik wil het Gumball dollartje. Ik was het een geweldige dag. Maar nu moet ik echt naar bed. Ik ga even in het geld zwemmen. Ik hou van je echt geld zwemmen. Geldmonster. Wat? Waar zit ik nou in geld? Ik koop zo wat een kaasschip. Wat doe je nou? Nee!
Haha, precies wat ik wil. Dat gaat vast niet gebeuren, want dat is veel te veel fantasie, dus dat zal nooit gebeuren. Weer een nieuwe dag op school. Wat is er met mij? Misschien is het toch een oude dag. Stoppen, alsjeblieft. De school gaat helemaal om zeep. En je moet er alsjeblieft iets aan doen. Als je zo blijft doorgaan, gaat het voor eeuwig. En dit is niet leuk. Dit is precies wat je noemt. Weg. Staat de tafels. Wat moeten we nu doen? Misschien moeten we de school in brand stoppen. Nee, dat willen we niet. Of gaan we dan de school omzinken? Nee. Er moet een andere oplossing zijn. En ik weet wat. We moeten er zoveel maken dat niemand ze meer wil hebben. Ja, maar dan gaan we de omzeep helpen. Nee. Dat doen we niet. Doe de deur open. Tobias, je kunt echt supergoed tekenen. Ja, ik heb er echt veel voor geoefend. Kijk, daar hebben ze veel Dumbledore. Ja. Ja, iedereen houdt er nu van. En voilà, de crisis is nu voorbij. En nu kunnen we weer terug naar de sterren. Haha! Hey jongens, weet je wat er is? Ik heb een nieuw kaartje gekregen en dat moet je allemaal sparen. En ik heb dat gekregen van mijn oom uit Californië. Hij heeft het letterlijk over mijn vader. Dit is een kapot, je moet ze allemaal verzamelen voor het einde van de maand. Want anders zijn ze niet meer verkraakbaar en dan gaan ze iets nieuws zetten. Dus kom mee! Ja! Iedereen houdt ervan. Gaat het een beetje, maatje? Weet je, het lijkt of zo dat een hond in de riem is en toen die wegloopt, maar dat hij niet meer terugkomt met die hondenriem. Ja, maar misschien voel je je wel nu beter als we misschien een beetje vrienden worden. Misschien heb je me wel een beetje geholpen, maar het betekent niet dat we vrienden zijn. Ik was even vrienden met je voor één dag. Dat wou ik gewoon horen. Jongens, kijk wat ik heb. Ik heb een Tobias bonnetjes. Weet je, ze zijn allemaal verkrijgbaar en allemaal te gek. Je kunt ze gewoon allemaal sparen dat je wil. Je wordt gewoon echt gelukkig. Nou, dat zou niet meer gebeuren. Ja, binnen iedereen wil nu een kaartje, want je moet ze allemaal verzamelen. Dus al die werk was voor niets. Helemaal voor niets. Yep, je hebt al je werk voor niets gedaan. En dat is ook gewoon karma. Wat heb ik jou ooit aangedaan? Jou ooit mijn meisje fixen? Oh. Nou. Oké, wat gaan we dan doen? Hé jongens, ik heb eitjes gekocht. Weet je, met een gamble dollar. Weet je, ik heb er veel eitjes kunnen mee kopen. Blijkbaar zijn ze toch verkrijgbaar om er iets dingetjes mee te kopen. Nou, we zijn nu allemaal bezig met sterren. Ik denk dat ik al weet wat er aan de hand is. Jij vond gamble dollar wel leuk, maar jij wou gewoon de meeste van iets hebben. Jij wilt gewoon de beste zijn, meneer Beste. Dat is niet waar. Elke dag als ik denk, is het eigenlijk denk ik wel waar. Ja, je hebt de meeste sterren. En toen we Gumball Dollars iedereen had, dan was jij juist de minste. Dus je wou gewoon vast het meest van die sterren. Nee, dat is niet waar. Dat is wel waar. Dat dacht ik al. Maar nu wil niemand ze meer hebben. Ja. Maar de school is wel zo leeg. Omdat iedereen kaartje gaan kopen. Hebben we normaal gezien niet zo'n te biologieles? Ja, maar niemand is er. Dus ik denk geen biologieles meer. Wauw. Deze ijzers zijn de mensen die het nog hebben overleefd. Zonder te smelten terwijl het super heet is. Dus ja. Maar ik ga wel die geld allemaal missen. Ja, want wie is in de wereld heeft er eigenlijk nog Gumball dollar? Ik ben rijk. Al het geld van mij, mag genieten. Woe, ik krijg de
feestje hier kunnen bouwen. Want ik ben rijk. Woehoe, ik ben rijk. Ik ben rijk en ik ben zo gelukkig, want ik ben er trots op. Ik ben er trots op. Ah, wat ga ik met die geld doen? Alles van mij. Van mij. Van mij. Ik ben de rijkste van de wereld en jullie lekker niet. Ze zijn van mij. Mwah. Ah, ah, ah. Dat moest even uitkomen.